Stuur je aanpassingen naar GitHub. Oké. Dus je hebt in de bibliotheek die je hebt neergezet door middel van de Token Studio plugin je wijzigingen doorgevoerd. Dan is het nu zaak om ze ook naar GitHub te krijgen. Onderin verschijnt een blauw bolletje waar staat Push to GitHub. Als je daarop klikt, krijg je een dialog window en daar kan je zeggen: oké, wat is je commit message? Dan zeg je bijvoorbeeld huisstijl doorgevoerd voor organisatie I. En dan kies je een branch. Standaard staat hier op main. Ik zou aanraden om altijd een branch aan te maken. Dan kan je ook heel goed de verschillen zien. Stem dit vooral af met je developer. Laat ik er nu van maken organisatie I brand update. Al heel lang. Maar goed. Push changes. En de plugin geeft aan, hey, ik kan een pull request maken. Als je op de blauwe button klikt, opent je browser meteen GitHub en daar staat open een pull request. Wat staat er? Huisstijl doorgevoerd voor organisatie I. Je kan nog wat extra informatie geven en vervolgens zeg je create pull request. Vervolgens gaat hij een aantal checks uitvoeren en dan zegt hij, hey, het is helemaal goed om te mergen, maar dat ligt maar net aan hoe jullie de instellingen hebben afgestemd bij jouw GitHub-omgeving. Als je zegt merge pull request, confirm, in dit geval gaat hij dan de boel samenvoegen met de eerdere JSON-file. He, dus hij voert alle wijzigingen meteen in de JSON door. Dus als je dan ook kijkt bij code op dit moment, waar die tokens stonden, dan zie je ook dat de kleur bijvoorbeeld, laten we even op zoek gaan naar die groene kleur. Helemaal. Oh, trouwens, ik zag hier ook al oi, hadden we ook aangepast. Als ik nu op zoek ga naar interaction, interaction color, oi color green, 600. Active, oi color green, 800. Dus nu heb je keuzes gemaakt in Figma, doorgestuurd naar GitHub en vanaf hier kan je het koppelen aan de code met development.